Op de N201 in Vinkeveen is maandagochtend een ongeluk gebeurd met tenminste 5 voertuigen. Daarbij raakten 3 personen gewond, meldt de politie. Volgens ooggetuigen zou de zwarte Audi wachtend verkeer voor de open brug ingehaald hebben. Mogelijk moest de bestuurder terug naar zijn eigen rijbaan voor de eerste tegenligger, waarna er een kettingbotsing ontstond. 1 wagen belandde in de berm. Wat de exacte oorzaak van het ongeval is, onderzoekt een speciaal team van de politie. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de slachtoffers. 3 van hen zijn behandeld. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.